Welkom op de Rosbrand. Dit is de huisberg van de dorpen Ewenimpongo, Vilsmoos en Raadstad. En in de miniserie rondom de Rosbrand gaan we op bezoek in alle drie de dorpen en word ik begeleid door wel een heel bijzondere local. Bram, ja? Jij woont in deze regio en jij hebt me verteld dat dit de ideale vakantieplek is voor iedereen die op zoek is naar een kindvriendelijke vakantie. Vliegen! Zeg ik dat goed? Nee. Oh. Bram neemt mij vandaag mee naar het karakteristieke Raadstad. Het historische centrum is namelijk een must-see tijdens je bezoek aan deze regio. De binnenstad van Raadstad is omringd door deze eeuwenoude stadsmuur. Dat maakt dit dorp uniek in de regio en geeft bovendien een erg leuke sfeer. Tip van Bram, loop zeker even de rondwandeling langs de oude muren. Wat gaan we doen vandaag? Winkelen! Winkelen? Ja! Yes! Woe! Hey! Winkelen dus, ja. Want daar is het centrum van Raadstad bij uitstek geschikt voor. Vele leuke winkels, afgewisseld met gezellige terrasjes en heel sfeervolle gebouwen. Is toch gewoon leuk? Ik ben echt verrast door dit gezellige centrum. Super tip van deze kleine jongen. Wellicht vraag je je af waarom Bram met mij wil gaan shoppen. Nou, ik ben er inmiddels achter gekomen, want Bram heeft mij meegenomen naar zijn lievelingswinkel. De grootste en bekendste speelgoedwinkel van de regio. Hey Bram, volgens mij is dit jouw lievelingswinkel, of niet? Zullen we maar naar binnen gaan dan? Ja. Ja. Is die niet vet? Ja. Politieboot? Ja! Na een paar heerlijke uurtjes in de binnenstad heb ik eigenlijk wel zin om even de natuur in te gaan. Gelukkig maar dat ik Bram aan mijn zijde heb, want hij weet direct wat leuks. Direct vanuit het centrum start namelijk de wandeling naar de Bürgerbergalm. Een echt traditionele Oostenrijkse berghut met een kinderspeelplaats. Raadstad eenmaal achter je gelaten, loop je al snel door prachtige bossen en over glooiende alpenweides. Het is een ideale familiewandeling die ongeveer een uurtje duurt. Ik zie de hut en de speeltuin. Zullen we naar de speeltuin rennen? De Bürgerbergalm is een echte familiehit. De hut is namelijk niet alleen te voet eenvoudig te bereiken, maar ook met de fiets of zelfs de auto. Ideaal dus om snel en eenvoudig de natuur in te gaan en een leuke activiteit met de kids te hebben. Lekker in de zon op dit terras is natuurlijk geweldig. Het is echt Oostenrijk en ook gewoon een leuke lunchplek op een iets minder mooie dag. Bram, zullen we zo naar huis? Nee. Je ziet het, zo snel kom je hier niet meer weg. Nou, ga maar nog een keer dan. Wow!